Dus er valt heel veel te trainen. Er is heel veel op te letten, maar uiteindelijk 2035 in Rotterdam, dat wordt flawless traffic. Dat wordt fantastisch. Dat wordt volledig geautomatiseerd. Dat is echt eng. Meer is niet lekker. Dat is gewoon fantastisch. En mocht je nou eens in de toekomst zelfmoord willen plegen, gaat het hier niet lukken. En dus überhaupt voor de volksgezondheid, voor iedereen, is het gewoon veel beter dat we dat gewoon niet meer gaan doen. Wij moeten gaan samenwerken en we moeten strategieën gaan ontwikkelen om de opkomende onzekerheid te managen. En dat doen we door toekomstscenario's. In scenario 1 nemen we die start-ups over en met die start-ups bouwen we 4 nieuwe businessmodellen. In scenario 2 kijken we naar gemeenten en bedrijven zoals wij zijn. We gaan samenwerken en we denken daar weer over 4 nieuwe businessmodellen. In het derde scenario bouwen we een eigen future lab. Dit is niet één scenario, ja, het Kodak scenario.